Hallo, ik ben Pascal Brakman en we krijgen dikwijls de vraag hoe je iets kan doen aan een fout gepositioneerde point of interest. Dit is een voorbeeldje van strikpunt zwalm en ik ga drie methodes laten zien. De eerste methode is als jij zelf auteur bent van dat point of interest, dan ga je naar het potloodje, dan ga je naar jouw basisgegevens. En dan zie je op de kaart waar dat punt ligt. En je kan dat punt gewoon verslepen naar de correcte plaats. Dus dat is de eerste methode. Niet vergeten bevestigen. En dan is dat punt verplaatst. Ik ga nu eventjes iets uitschakelen om te simuleren. Stel dat ik nu niet de auteur ben, maar ik weet wel het juiste punt liggen. Dan kan ik deze informatie niet aanpassen, want ik ben de auteur niet. Maar wat ik wel kan doen, is ik kan gegevens toevoegen aan dat streekpunt zwalm. Nu zie je dat automatisch dat is overgenomen. Ik kan dit nu verplaatsen en ik kan nu mijn tekst en uitleg gaan schrijven, streekpunt zwalm met correcte positie, bijvoorbeeld, als je dat per se wenst te melden. En dan kan ik dat bevestigen en dan ga je zien dat ik nu mijn punt hier gezet heb en dat punt verlegd is. Als ik nu naar dit punt zal gaan, dan ga je zien dat ik dat punt niet heb kunnen verleggen, maar wel mijn punt, dus met een pijltje naar boven, ga je zien dat daar kleine verschillen op zitten. De derde optie dat je kan meegeven is een reactie geven. En dat is misschien korter, maar dan heb je niet echt een indicatie gegeven. Maar ik kan hier zeggen, dit punt ligt niet juist. En dan deze informatie komt terecht bij de auteur. In dit geval zal ik dat zijn. Stel dat ik hier de reactie had gegeven, dan had dat deze auteur de informatie gehad. Zo, dus op deze manier kan je het aanpassen. Veel plezier ermee.